Hoe maak je nou je paintball lens schoon? Want dit heb ik als beginner al fout gedaan. Ik dacht van glas. En dan gebruik je glassex. En dan doe je dan op een ding sprayen en dan wrijf je dat mooi uit. Dit is best wel gevaarlijk om te doen. Er zit als het goed is iets van een soort alcohol in, of in ieder geval iets agressiefs. En dat kan inbijten in het plastic van jouw lens. Dus dat gaat jouw veiligheid lens aantasten. En ten eerste ook je zicht. Dan ga je, ik heb zelfs gehad dat eentje gewoon droepers kreeg alsof het gesmolten was. En dat zat halverwege een beetje door mijn lens heen. Dus dat is best link om te doen. Dus ja, wat ik nou doe, is gewoon een klein parfumflesje. Met een beetje water. Heel klein beetje zeep kan je erin doen. Maar water rijk is eigenlijk ook al prima. Maar gewoon een beetje zeep kan geen kwaad. Dat kan je ook nog in een heel klein flesje doen. Dit soort flesje zou je bijvoorbeeld gewoon in je borstvak kunnen doen. Mocht je nou een big game doen en je wordt op je lens geraakt, dan kan je even zelf, zonder dat iemand, laten we zeggen dat er een neus is en is bij vekkering, als dat een vies doek is met zand erin, waar ze allemaal pakken mee afgedaan hebben en ze raad je lens doen, dan zit er allemaal kras op je lens. Ik zou dat dus gewoon zelf doen. Al heb ik andere plekken wel, of alleen maar dat, dan doe ik het gewoon lekker zelf, want dat is gewoon zonde van je lens. Dan spray je dat doekje dus, en dan doe je het erop. Wat je kan doen, maar zeker als het echt een band is, is dat je, ja trouwens sowieso, dit is een gewone microfiber. Deze microfiber zou ik ook gebruiken normaal gesproken als ik op een big game ben. Die heb ik bijvoorbeeld in mijn, een broekzak zeg maar zitten op mijn been. Die haal ik dan eruit en dan kan ik dus ook mijn pak een beetje mee doen. Daar doe ik eigenlijk een beetje grof de lens mee. Als daar nou echt een spat erop geschoten is, een flinke paintballvlek. Maar ook al zou dit nog echt een schoon doekje zijn en ga ik echt lopen schoonmaken. Ik merk dat met een microfiber, althans die wij hebben, je krijgt het niet echt super mooi schoon. Het helpt natuurlijk enorm, maar het is niet echt glashelder, laten we zeggen. Dan heb ik hier een andere microfiber. En ja, dat is een iets andere textuur om te zien. Ik zie ook dat ik ze een keertje moet wassen. Hè? Maar dat is dan weer wat anders. Je ziet die, laten we zeggen die roze. Nou, dat is een stuk ruwer. En die andere is heel fijn van textuur. En dat helpt enorm met het oppoetsen van je lens. Dat die weer lekker helder is. Dus deze hou ik altijd in een ander vakje. Als ik er eentje meeneem op het veld. Voor mijn lenzen van de camera. En voor mijn masker. En dat doe ik altijd als laatste. Dus als het nou echt vies is. Dan doe ik het eerst met die. Maar anders als het maar een klein beetje is. Dan wil ik het al ongelijk met deze doen. Want dan weet ik dat daar minder zand op kan zitten. En dat soort dingen. En dan kan je hem ook gewoon even echt een beetje van die draaibeweging maken. Even goed schoon. Want anders zie je hem op de afstand niet zo lekker als je dat doet. Dus dat is schoonmaken op het veld. Thuis. Dan gooi je dit natuurlijk gewoon in een bak water. Dat is een hele makkelijke manier om van je lens af te komen. De meeste maskers, als je een beetje roeien hebt, kan je de lens er gewoon heel makkelijk uithalen. Ik ga daar nou niet echt per se een tutorial van maken over deze masker bleken andere. Dat kan je vast vinden als je hem koopt. Dan weet je ook wel. Het idee is, je klipt hier wat dingetjes los. Bij de meeste maskers is er iets wat je losklipt. En dan kan je hem eruit duwen. Dus dit, de lens, stop je nooit in een bak water of iets. Want er zit dubbel glas in. Maar als je het onder water gaat doen, dan is het niet op bestand. Als er dan toch water tussen kruipt, dan is het gedaan. Dus doe ook heel voorzichtig dat je dit niet echt gaat zitten buigen en zo. Zodat dan dat lijm loslaat van die dubbel glas en dat soort dingetjes. Het is ook slim als je hem terugduwt. Ook al is het heel verleidelijk. Oh, bij mij is het een beetje dan met dat gekke ding daar. Maar dan dat je niet je hand hierop gaat douwen. Want ja, dat daarom vette vingers op die lens. Dus als je hem terugstopt, dus dan heb je het boenen wat je ervoor gedaan op weinig zin. Maar je kan deze even nalopen dat er niet nog paint op zit. Ik moet zeggen, ben ik een beetje zorg mee geweest. Dus er zit een beetje. Want paint kan, als je het laat zitten, gaan etter op het plastic. Liggen aan het merk paint. En sommigen die willen toch een beetje het plastic gaan verweren, zeg maar.
Dus het is altijd toch wel goed als je dan inderdaad eventjes zo, eventjes naloopt. Maar dit zeg maar, dit frame met de spons en gewoon het masker zeg maar en het band. Zolang je het niet in superheet water doet, want dat is niet goed voor het elastiek, raad elastiek van stuk. Kan je dat gewoon in water doen. Doe het er meestal redelijk lauw, want nogmaals voor het elastiek en zo. En dan kan je ook een beetje de spons schoonmaken. Hoe ik dat doe is letterlijk het foam wat eigenlijk om je heen zit. Lijkt net op een spons, maar zachter. Dat doe ik dus in het water even nat maken. En dan douw ik eventjes zo met mijn vingers gewoon met een rechte beweging. Dus niet wrijvend, want dat is een beetje te ruw voor de foam. Dat doe ik als ik hem boven water hou, het water een beetje uitpersen, zeg maar. En daarmee hopelijk ook een beetje het zweet en weet ik veel wat er allemaal zit, een beetje weer uit. Dus dan is je masker weer lekker fris. Doe dit ook altijd ruim voordat je weer naar een event gaat. Het laatste wat je wilt liever met een vies masker naar een event gaan dan dat dit schuim nat is. Want dan krijg je ontzettend grote kans op condens. Dat is een beetje alsof je simuleert dat je een heel zweterig gezicht hebt. En dan zit daar heel veel vocht achter dat glas. En de buitenlucht krijg je heel veel kans op beslaan. Dus dat moet je gewoon vermijden. Nogmaals, wat ik met de markers ook heb laten zien. Kan je dus, omdat er vaak van die gaten allemaal zitten aan de voorkant. En die kan je het ook zien. Kijk, daar heb ik niet echt moeite voor genomen om schoon te maken. Maar normaal pak je dan een beetje water. En dan kan je dus zulke kleine kiezen ook een beetje dat vel weghalen. En zo maak je dan je masker schoon. Nou laten we het ook toch ook maar gewoon over de camera hebben. Want het valt bij onder hetzelfde topic. Als je film bijvoorbeeld en je merkt dat je allemaal spatters op je lens krijgt, ook gewoon van de takken afgekomen is ofzo. Hou dan ook rekening mee, waarschijnlijk is dan je camera ook gewoon vies. Dus als je dan je lens schoonmaakt van je masker, doe dan ook even gelijk checken of je lens van je camera vies is. Eigenlijk behandel je die precies hetzelfde, ook gewoon niet met super chemicaliën, want er zit een lenscoating op of dat plastic van de behuizing. Wat ik alleen bij mij wel gemerkt heb met de Sony, als je het echt op het glas hebt, daar zit een bepaald, er zit een lenscoating op. En op een of andere manier, als daar echt vet op komt van je vingers of zo, dan krijg je er gewoon niet af met water en zeep. Dus daarbij heb ik wel op een gegeven moment gezegd, oké, pak een beetje schoonmaakalcohol gemixt met zeg maar water en zeep. En toen kreeg ik het wel weg, maar ik heb het daarna ook wel met een doek weer echt heel goed afgedaan. Dat ik het niet super langer in laat werken, want dat kan ook die coating die juist zorgt voor goed mooie filmopnames beschadigen. Maar dat was echt de enige manier, want ik deed erop boenen en boenen en dat is ook al niet goed voor zo'n lenscoating. Om het eraf te krijgen, want het gewoon maar niet af. Dus als je dat geval hebt, ja, dan kan je dat proberen. Maar probeer het zoveel mogelijk te vermijden met agressieve chemicaliën erop te zetten. Jammer genoeg weet ik niet per se hoe dit heet. Maar als het goed is het iets van een microfiber lensdoekje in plaats van een... Maar als je bijvoorbeeld zo'n brillendoekje, dat is een heel klein lapje, daar lijkt het eigenlijk heel erg op. Zo'n soort microfiber doekje moet je hebben. Alleen dat zijn vaak voor mij van die hele kleine doekjes. Dus dat is heel pielerig klein op zo'n grote lens. Maar ja. Nee, dat is eigenlijk wat ik wou vertellen over maskers. Eigenlijk schoonmaken komt het onderal meer over neer. Maar vooral ook je lens tijdens de game. En als je thuis bent.